Zoals ik al zei, we gaan direct door. Eens even kijken, we hebben wel een punt voor upgrade gehad. En die ga ik niet spenderen. We gaan direct door naar de volgende missie. Dit is de spelbreker die Call of Duty Advanced Warfare laat zien op Veteran. En we gaan de 13e missie spelen. Genaamd Throttle. Geniet van Kevin Spacey. Ziekelijk strakke filmpjes, jongens. Ziekelijk. Als er maar niet weer zo'n cheesy keuzeoptie komt aan het einde. Zoals ik al zei, jongens, Throttle, we zitten nu in 2061 het jaar. Exo, Boost Jump, dus extra hoog springen, Sonics. En dat is een soort ja, afleidingsmanoeuvre voor de tegenstander. Die ik trouwens vorige missie ook altijd helemaal niet heb gebruikt. Ik ga proberen deze keer wel te gebruiken. En we hebben die grapple, en dat zijn meestal wel dingetjes die je gewoon moet gaan gebruiken. Zou ook kunnen duiden op een stealth missie. Let's go. Oh, jezus. Oh, dat wil ik niet. Oh, dat wil ik niet. Oh, jezus. Ik wil de inverted. Even kijken. Flight pitch, ja. En de inverted houdt in dat ik, als ik omhoog druk, naar beneden ga. En als ik naar beneden druk, omhoog ga. Ik weet niet waarom, dat is, ja, ik weet het niet, ik ken nu toch al 20 jaar. En meestal heb ik dat gedaan zonder dat ik een batterij op moet laden, maar nu wel. Maar jullie spelbreker heeft natuurlijk wel altijd in het reserveaccuutje liggen. Andere meteen in de lader, als het niet goed komt. Die andere zit er niet zo lang in, en daar gaan we. Machine gun. Oké, nog een keer. Left trigger, machine gun. Right trigger, rockets. Dan kan ik op B kan ik remmen. Op A kan ik extra hard. Schiet gewoon zoveel mogelijk. Bravo. Back ahead. Stay below it. Use your flow in power pass. Was. Kijk, en dat dacht ik zo, flag, hè? Dat is dat duidt op anti-air geschut. En oh. Ik kan niet hoger, ik probeer hoger te gaan, maar dat lukt niet. Ik heb geen idee waarom niet. Ik vind niet echt dat ik goed kan luisteren wat ze allemaal zeggen tegen. You crashed. Nou. Ik ben het beste op de grond, jongens. Ik ben het beste op de grond. I'll take the right canyon. Take the left. Watch your six, Mitchell. Knock all ahead. Lots of debris. Hoorde ik on your six. Dat was voor mij de cue om B
B remmen, Jezus Christus zeg. Maar ik speel dus race games en de laatste keer dat ik op B heb gerend is denk ik met Mario Kart op de Super Nintendo. 15 jaar geleden, Jezus Christus. Oh, dan vol remmen dan nog met... Zo. Gruwelijk uit. Nummer 6, of weet ik achter me zit. Dat wil ik keihard gaan rennen. Die rockets in zijn kontkast. Injecteren. Lekker hoor. Gelukkig zeg. Wat een chaotische tering zo. Niet normaal. Rommel bedoel ik. Chaotische rommel. Deployment successful. 1200 meters to target. Minimizing system power. Switching over to low detection. Copy all, 01. Your squad is off the radar. Doe mij die touchdown maar lekker snel. Ik sta liever met twee benen op de grond. Maar zover is het nog niet. Daar gaan we jongens. Oh, wel. Dat is het, ja. Geland in de derde missie. Trottel. Dertiende missie. Hier ligt een ammo crate. Ik ga het meteen eventjes buiten maken. Okay. En ah, kijk eens, daar hebben we onze grapplehoek, waarvan ik al zei dat we die moesten gaan gebruiken. Veel medespelers en ik hoop dat het deze keer best een beetje mee werken. Erg benieuwd wat dit nou. Oké, we hebben de laser! En one cannot destroy. Oké, okay, ja, ook helemaal duidelijk, ook helemaal duidelijk. Laten we eens een gek proberen. Gewoon als eerste. Oh, oké. Okay. Yes. Kijk, ik hoop nu dat mijn allies, dat mijn teammates, nu dus een beetje druk gaan zitten. De storm hier op de pijn, hoor. Kijk. Er zijn enemies die zijn gespannen, jongens. Zo. Dat is wel echt the way to go, hoor, voor deze missie. Kijk, nou ineens staan hun naast me. Heel mooi. Dat betekent dat we kunnen gaan focussen op de turrets down halen. Enter en die turret. Oh, hey. Button.
mesje. Ah. De exit elementen. Teruggaan met de turret. Misschien is het dan wel over. Daar is hij erin. Die kan wel hebben, die dochter. Sterf eens of zo, joh. Vreet hij op. Oh nee. Hij vreet er wel een bord van vol op. Ik kan ze niet allemaal hebben. Hoppakee. Leien dak, jongens. Gewoon een beetje sprinten naar de eerste turret toe, dan is ook je alles. En that's it het eigenlijk. Zullen we daar nog een paar te campen? Lopen, maar is het allemaal 10 meter? Ik vertaal er niet al te veel op naar de eerste paar missies. Dat ik echt een hekel heb, joh. Waar zitten die enemies? Ah. Laser die leg ik mooi even weg, want dat vind ik echt een kudding. Hier probeer ik het echt over de flank te doen. Oh, 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 daar staat zo'n ETF. Hier, oh shit, ik heb ook nog eens geen. Nog smart grenades. Moeilijk stoppen. Ik heb het stuk gemaakt hoor. Ik heb het stuk gemaakt.
echt wel van niemand, niemand wil. Dankjewel dat je met z'n... Oh, huh? Ben je nou dood of? Nou, dat weet wel. Oké, er zit daar dus een team mee. Daar. Maar hier zit de enemy. Hoe kan dat nou? Hoe kan daar dan een ally zitten, weet je? Ik bedoel, je vertrouwt erop dat daar iemand zit van jouw team. Dan denk je van, nou, nee, kan ik daar ook wel naast komen staan. Maar die wordt gewoon continu in zijn rug geschoten. Ik kan het niet, ja, ik kan het gewoon helemaal niet. Nu volgens mij weer. Oeh, lekker, de swarm. De fucking Matrix. To his own troops. Three of us must have been inoculated. Volgens mij thousands. Nee joh. Ilona dood? Weer objective field, hè jongens. Weer objective field. Achievement! Jongens, weer een verschrikkelijk korte missie. Trottel, het was nummer 13. We gaan direct door naar nummer 14. Wees er zeker van dat je gewoon op next video klikt. Like de video als je het wat vond. Hartstikke bedankt voor het kijken.